Het traject voor herstel van het slavernijverleden moet niet gehaast worden afgewerkt. Dat zei Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie Suriname, NRCS, vandaag tijdens een persconferentie in het gebouw van de Progressieve Werknemersorganisatie, de PWO. Zunder merkt op dat de gelegenheid om zaken te doen te maken eenmalig zijn en daarom heel goed moet worden nagedacht alvorens stappen te ondernemen. Kijk, we praten nu over honderden jaren slavenhandel en slavernij. Dus wanneer wij het traject uitzetten voor herstel, dan moet je geen haast hebben. Je moet alles goed bedenken, omdat je maar één keer de gelegenheid krijgt om het te doen. Wij stellen ons nu op dit standpunt. De excuses zijn gemaakt. De excuses moeten eigenlijk aanvaard worden op 1 juli volgend jaar. Door de Surinaamse gemeenschap, door de gemeenschappen op Curaçao, Aruba. En door wie moeten ze worden gemaakt? Door de koning. En het is gebruikelijk dat eerst de premier excuses maakt en vervolgens dat de koning excuses maakt. En de koning die gaat volgend jaar een tour maken in het Caribisch gebied. Zunder zei verder dat het de taak voor de nazaten is om de samenleving goed te informeren over de gang van zaken. Hij stelt dat veel mensen in Suriname niet weten waar het heel gebeuren en traject voor herstel voor het slavernijverleden precies om gaat. Ook de Surinaamse regering heeft huiswerk, meent de voorzitter. Omdat de mensen nog niet echt aan tafel zijn gaan zitten blijkbaar, zie je dus dat de Nederlandse regering haar besluitvorming neemt en onze regering eigenlijk niet weet hoe je ermee om moet gaan. En nu is het besluit genomen, heel duidelijk door de Nederlandse regering, van het gaat bij ons nu om inheemse en Afrikaanse, dus misdaden die we tegen die groepen hebben gedaan. En de excuses heeft men dus ook op basis van dat uitgangspunt gericht op die club. Weet u? En hier in Suriname moeten wij de zaak nog recht trekken. Dus het gaat in feite erom, dus dat nu die kwestie is aangepakt van de inheemse en de Afrikanen en dat vervolgens het vraagstuk van de contractarbeid zal worden aangepakt. Zunder ziet in dit herstelproces een taak voor en betrokkenheid van alle historici en belanghebbenden die weet van zaken hebben. Hij benadrukt dat niemand uitgesloten is en zal worden om een bijdrage te leveren in het traject bij herstel van het slavernijverleden.